Paulien van Deutekom, voor het grote publiek, we gaan je voor het eerst weer in actie zien de komende paar dagen. Hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Ik heb goede voorbereiding gehad. We hebben nog lekker wat langer door kunnen trainen. En ja, het gaat elke week beter. En ik kijk er naar uit om weer te mogen starten. Ja, een wereld van verschil met vorig jaar rond deze tijd? Oh, dat is moeilijk te vergelijken, maar er zit zeker wel verschil, ja. Nee, dat is verleden tijd en we kijken nu vooruit. En ja, wat er vooruit ligt is een mooie NK round. Waarin lekker vier keer van start mogen gaan. Dus ik heb er zin in. En je gaat natuurlijk je proberen te plaatsen voor het EK allround. Hoe schat je je kansen? Nou, ik ga vooral vier goede afstanden wil ik neerzetten voor mezelf. En waar dat naartoe gaat leiden, dat zullen we daarna wel weer zien. Maar ik wil eerst een goede 500 neerzetten. Dan kijken wat we op de drie kunnen. En dan afstand voor afstand. En dan zien we het wel. En nou, een nieuwe ploeg ook dit jaar. Kan je daar wat over vertellen? Hoe is het bij Control? Ja, superleuk. Het is een mooi team met sprinters en allrounders. En ik heb veel geleerd deze maanden al. En gaat hartstikke goed. Goed naar mijn zin. Gelukkig. En nou, 2008 werd jij wereldkampioen allround. Was je in bloedvorm. Gaan we die vorm nog terugzien? Komt die topvorm nog een keer terug, denk je? Nou, die vorm hoef je niet nu te verwachten. Maar we werken er hard aan. En het gaat eigenlijk hartstikke goed. En we zullen zien wat het gaat brengen de komende tijd of jaar of wanneer.